Yo kijkers van Oblivion Gaming, ook bij deze nieuwe video. Vandaag zijn we weer op The Kingdom. En ik ben vandaag in een nieuw stukje wat nog nooit in een van mijn video's is getoond. En dat is Noord-Satox. Dit schipje dat is gebouwd door koning Sander van Brol trouwens. Maar daar gaat het nu even niet over. Ik ben hier namelijk in Noord-Satox om eventjes wat te vertellen. En zoals jullie zien, ik heb een facecam. Kunnen jullie een keer van mijn gezicht genieten? Als het goed lukt, tenminste met het met de opname van de facecam. Maar ik ga ervan uit dat het wel goed komt. Maar hoe dan ook, wat ik hier dus kom doen is invites weggeven. Want we gaan binnenkort beginnen met een storyline. Hij is echt al heel ver uitgewerkt. Alleen wat we nog nodig hebben is acteurs. En dat betekent dus dat we in heel veel kingdoms, waaronder mijn kingdom. Mijn kingdom. Waaronder mijn kingdom dus, hebben mensen nodig. Hoe komen we aan mensen? Heel simpel. Invites. Dus dat ga ik hier nu doen. Ik ga allemaal invites weggeven. Massale invites. Voor bijna ieder kingdom wel komen de invites. Serieus. Nut, Tatox, Doriath. Ik weet trouwens niet Doriath. Ik weet niet zeker Doriath. Asgard, Brol. Heb ik eten? Ja, leeft eten. Rol weet ik dan zo heel zeker. Maar in ieder geval, voor heel veel kingdoms, Meropis, Elanio, Morgana, Mira natuurlijk, Pythor, Endorius. Gewoon bijna alle kingdoms weet je. Kijk gewoon episode 5, kijk op de kaart en dan zie je vanzelf wel welk kingdom bij jou past. En dan kan je ervoor solliciteren en dan kom je er wellicht wel in. Maar hoe dan ook, ik ben niet hier om dat te verkondigen verder. Ja, ook eigenlijk wel. Zo heet de video ook, invites. Maar het gaat er niet om. Wat moet je ervoor kunnen? Je moet natuurlijk een klein beetje kunnen acteren. Je hoeft niet per se... Ja, het zijn geen koning invites deze keer. Want die zijn eigenlijk wel complete koningen. Maar het gaat hier over spelers. Wat moet je doen? Je moet een klein beetje, ja, kunnen luisteren in ieder geval naar je koning. Want we hebben geen zin in van die kleine kleuters die de boel hier een beetje komen verzieken. Want dan word je gewoon gelijk geband. Simple as that. Verder... Ja, dat was het wel zo'n beetje. Sorry trouwens voor het weinig uploaden van Kingdom, maar ik heb het heel druk gehad met school. Allemaal projecten lopen er. Ik ben vandaag toevallig een dagje thuis, omdat ik niet zo heel lekker ben. Maar eigenlijk had het vandaag ook niet gepland gestaan om een video te maken. Maar dat ga ik lekker toch doen. Ik ga hem vandaag voor jullie gelijk online gooien. De dag van de opname. Onthoud. Ik ga niet zeggen welke datum het is, want ik weet dat ik me toch niet eraan ga houden. Verder! Dus de invites, je moet een klein beetje kunnen acteren, naar je koning kunnen luisteren. Leeftijd is geen enkel probleem. Dat bepaalt je koning dan of dat je erin wilt of niet. Dus moet je in de comments om erin te komen. Laat je Skype naam achter. Je Skype naam achter. Je Minecraft naam. Wat je kan. Welk kingdom je wilt. Je leeftijd. Ja, dat was het eigenlijk wel. Vind ik het eigenlijk wel goed. En ja, gewoon. Wat vind jij nou van kingdom? Waarom wil je? Ik vind gewoon ik hou van een leuk verhaaltje. Een leuke goede sollicitatie. Dat vind ik altijd leuk om naar te kijken, weet je. Ik lees ook altijd alle comments. Vind ik echt super vet. Dat er op Kingdom video's zoveel wordt gecomment. Dat vind ik echt super vet. En we hebben ondertussen ook op meer dan 330 subs. Dat vind ik echt super vet. Dat vind ik echt vet. Girl! Motherfucker! Zo. Maar verder. Dat is dus super vet. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Willen jullie nou in de Kingdom? Ook van mijn Kingdom zijn er invites. Laat het duidelijk weten in de comments als je erin wilt. En dan ga ik denk ik zo'n beetje de video weer afronden. Want jullie hebben ook gelijk een stukje van Noord-Satox gezien. Dus eigenlijk een klein beetje secret. Maar ik heb er toch wel heel veel gespoild. Want het is een stukje Storyline City. Maar ik kan mij het verrotten, joh. Want ik bedoel... Hé, hey, doekies. Zijn die van mij? Oh, nee. Ja, die zijn van mij. Oh, wat leuk. Maar ja. De server is verder dus ook naar 1.8. Ik kan jullie ook wel zien als ik het zwaard zou houden. En zo. En ik heb ergens... Ik heb nog geen konijnen gespot eigenlijk in mijn kingdom. Maar... Die komen er wel, denk ik. Op den duur, want ik ben namelijk een plainsbiome hier bovenin. In het zuiden jungle, zoals jullie weten. Maar hoe dan ook. Dan ga ik dus nu een beetje de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat vooral een like, comment. Abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. Wil je nou in de kingdom? Laat een comment achter. Server connection lost. What the heck just happened? Ik ga zo meteen even in de console kijken. Blijkbaar is er dus een probleempje. Ik ga bij deze afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Jullie weten wat jullie moeten doen. Dan willen jullie in de kingdom. En dan check ik jullie de volgende keer weer bij meer kingdom. Want dat gaat veel vaker komen. Later mensen.